De jongens in de studio die hebben het beoordeeld. Jij zei gelijk tegen mij van... Dit is een rode kaart, stom. Ja, dit is het risico wat je hebt als je verdediger bent. En je maakt één keer een fout, dan zijn ze er doorheen. En als je dan een overtreding maakt, is het rood. En ja, ik heb met jou net de beelden gekeken. Ja, ik kan niet anders zeggen, dat is een rode kaart, klaar. Nou, daar houden wij wel van. Mensen die gewoon zeggen waar het op staat. Ja. En geen excuses zoeken. Jij zegt ook een beetje van... Het is een beetje mijn seizoen. Ja, omdat ik al vaker dit soort momenten dit seizoen heb gehad. Ik weet Ajax thuis hier met die grote nederlaag. Daar krijg je een rode kaart. Ik krijg tegen Vitesse, of nee, tegen PSV uit. En geef ik een penalty weg terwijl we 1-0 voor staan. Dus ja, dit is een beetje... Sneeuwbaleffect. Het seizoen bij mij waar niet heel veel gaat zoals ik het wil hebben, nee. Je had ook helemaal niet de indruk dat er nog iemand het dicht kon lopen. Nee, gewoon rood is rood voor jou. Ja, het is rood. En wat ik zei, eerst kop ik hem verkeerd terug. En daarna krijg ik hem nog een keer. En ik wil hem gewoon te wild wegschieten. Ik had hem gewoon met mijn binnenkant wat minder hard willen wegschieten. Moeten wegschieten. En ik doe te wild, te onbesuist. Dan mist die bal en daarna raak ik in de knoop met een spits. En we vallen. En het is een rode kaart, klaar. Lekker dat je zo duidelijk bent. Ja, maar ja, dit is, ik kan er niet meer van maken. En het is wat het is. En ik kan mezelf voor mijn kop slaan. Omdat ik dacht dat we de eerste helft op 1-1 staan tegen AZ. Is niet heel slecht. Als je dan de tweede helft zo door kan gaan. Dan komen we wel op 2-1 achter. Maar oké, misschien krijgen we nog ons kansje. We hadden in de eerste helft ook wat halve kansjes. Maar ja, door mijn kaart is de wedstrijd dan wel klaar, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes. Dankjewel.